12 januari, nieuwe transfers. De transferwereld staat echt de afgelopen week op ontploffen. Zoveel transfers en vandaag zijn we terug met dus heel veel nieuwe nieuwtjes. Hopelijk heb jij zin in deze video. Doe je een blauw duimpje omhoog, abonneer jij op Twinity. En laten we maar heel snel beginnen. Bijna 103.000 abonnees, jongens. Ik zou het leuk vinden als we dat kunnen halen. Dus kijk, jij bent nog niet geabonneerd. Klik dan even gratis op dat knopje hieronder. Gewoon gratis klikken, als je wil natuurlijk. Maar we beginnen vandaag met een legend. Giroud, Olivier Giroud. Natuurlijk, Frans International speelt niet echt maar bij Chelsea. Is daar ontevreden. De jeugd krijgt eerder de kans dan dat Giroud ook maar een basisplek krijgt. En Giroud kan beter weg bij Chelsea. Wilde ook al best wel lang. Deze zomer ging hij bijna naar Marseille. Maar nu, rare transfer. Inter Milan lijkt Olivier Giroud te gaan kopen. Kijk, ik zeg je heel eerlijk. Ik snap niet echt wat Inter ermee moet, maar het is wel bijna rond. Inter betaalt maar rond de 6 miljoen euro. Het gaat vooral om diepte in de selectie natuurlijk. De twee diamanten die Inter momenteel voorin heeft, Lautaro Martinez en Romelu Lukaku, zullen waarschijnlijk blijven spelen. Giroud zal daar achter de derde man gaan worden. Dus vraag ik me af of Giroud bij Inter überhaupt wel meer minuten zal gaan maken. Ik denk wel dat de situatie misschien iets beter is dan bij Chelsea. Hij heeft natuurlijk wel meer uitzicht op een plek in de basis of om minuten te maken, omdat hij daar waarschijnlijk de derde man zal zijn. Terwijl bij Chelsea Batshuayi nog vooraan staat in de rangorde bijvoorbeeld. En bij Inter maken ze kans om dit jaar kampioen te worden. Een nieuwe uitdaging voor Giroud. En weer een Italiaan die dus... een Engelsman die naar Italië verhuist. Een grappig verhaal over Kokorin. Spreek ik hem zo uit? Ik denk het wel. Speelt natuurlijk nog altijd in Rusland bij Lokomotiv Moskou. Ik bedoel wel Zenit Sint-Petersburg. Sorry, Zenit. Hij wordt gelinkt aan Juventus. Of aan Juventus, aan Feyenoord. Wat ben ik allemaal aan het zeggen? Hij wordt gelinkt aan Feyenoord. En de totstandkoming van dit verhaal is best grappig. Advocaat wilde hem kopen. Advocaat informeerde een Russische journalist om te kijken of hij misschien beschikbaar was. Om misschien een beetje een soort van touwtje te leggen richting Alexander Kokorin. Maar die journalist heeft dat niet gedaan. Hij heeft alleen in de kranten gezet dat Feyenoord dan interesse had in deze spits. Waardoor het denk ik niet echt gaat lukken. Kijk, hij is 28 jaar oud. Zou een goede spits zijn van Feyenoord. Heeft het marktwaarde van 5 miljoen. Wat Feyenoord ervoor wil betalen is niet bekend. Maar ik denk als het gebeurt dat Feyenoord er heel blij mee kan zijn. Misschien heeft deze Kokorin zelf wel interesse. Alleen moet Feyenoord hier ook wel weer geld voor gaan betalen. Wat ze dus misschien niet hebben. Het zal lastig worden, maar het zou wel een leuke spits zijn. Waarmee Feyenoord een aanval kan versterken. Simon Kjær, een geroutineerde verdediger van Deense afkomst. Momenteel spelend bij Atalanta. Is geleend van Sevilla. En hij gaat waarschijnlijk naar AC Milan toe. Dus hij gaat teruggehaald worden van zijn leenperiode. En wordt overgekocht door AC Milan. Best wel logisch. Ik bedoel, bij Atalanta speelt hij niet 5 wedstrijden. In totaal heeft hij meegevoetbald in de eerste seizoenshelft. En als hij meer minuten wil maken, dan kan dat waarschijnlijk wel bij AC Milan. Meer routine in de verdediging heeft AC Milan dat nodig. Ik denk dat deze keer het wel aan kan. Bij Sevilla komt hij ook niet aan het spelen toe. Dus een overstap naar AC Milan lijkt voor hem aanstaande. AC Milan is toch wel een van de meest besproken ploegen in deze transferperiode. En ook deze transfer zullen ze waarschijnlijk wel gaan doen. En bij Atalanta halen ze dan weer een speler van Milan terug. Caldara. Nou ja, hij is 25 jaar oud. Heeft bij Juventus gevoetbald. Nu dan bij AC Milan. En vroeger, een paar jaar geleden, speelde hij ook al bij Atalanta. Een terugkomst lijkt voor hem aanstaande. Een leenperiode is het wel, maar hij wordt waarschijnlijk niet gekocht. En Caldara zal dan nog een half jaar bij... Nee, wacht even, anderhalf jaar. Dus anderhalf seizoen, 18 maanden bij Atalanta gaan voetballen. Met een optie tot koop daarna pas voor 15 miljoen euro. Aan de ene kant is het best wel raar, want AC Milan heeft nu geld nodig. Ze hadden beter nu kunnen kopen voor 15 miljoen. Maar ja, waarschijnlijk wil Atalanta dat niet. Sowieso concurrentie die je dan sterker maakt. En dit is best wel slim onderhand van Atalanta, als het inderdaad zo gaat gebeuren. Deze transfer lijkt bijna 100% zeker rond. En ja, voor Milan... Ja, ze hoeven minder salarissen te betalen, maar ze hebben wel nog altijd dat geld niet wat ze zo enorm hard nodig hebben. Gisteren waren er gesprekken tussen Christian Eriksen en tussen de mensen van Inter Milan. Het lijkt rond. Eriksen lijkt weg te gaan, hij lijkt naar Inter Milan toe te gaan. Een mooie overstap en een goede versterking voor Inter op dat middenveld. Maar hoe gaat dat eruit zien? Er zijn twee opties. Inter heeft een aanbod gedaan om hem nu te kopen voor 20 miljoen. Dus afwachten of Tottenham dat accepteert, ja of nee. En daarnaast heeft Inter, als ze dat niet accepteren, een aanbieding gedaan. Die zal gebeuren, denk ik, voor een leenovereenkomst van een half jaar. En daarna dat ze hem gratis krijgen. Gebeurt dat ook niet, dan zal het een vrije speler zijn.
Ja, ik denk eigenlijk gewoon dat dat tweede sowieso niet gebeurt. Dus dat hij of pas over een half jaar zal komen als vrije speler zijnde. Of nu voor 20 miljoen euro van Tottenham. En dat Tottenham tenminste nog geld krijgt. Dat tweede slaat ik helemaal nergens op, maar dat staat toch op sommige bronnen op internet. 20 miljoen over een half jaar gratis. Tottenham mag kiezen. Ze zullen waarschijnlijk wel Christian Eriksen kwijtraken. En ik denk dat José Mourinho best wel graag Eriksen nog even bouwt. Want het is toch wel een belangrijke speler in de selectie van Tottenham. Dus ik denk dat een vrije speler het kan gaan worden. En anders 20 miljoen. Het is 100% zeker dat Cutrone mislukt is bij Wolverhampton. En eventjes terug naar de Serie A gaat. Fiorentina gaat deze talentvolle aanvaller nog een half jaartje lenen. Wolverhampton kan hem momenteel niet heel goed gebruiken. Ze spelen prima bij de Wolves. En bij Fiorentina kan Cutrone waarschijnlijk wel minuten maken. En als hij daar zijn oude vorm terug kan pakken. Ja, nou, oude vorm. Hij heeft maar 1 of 2 goede seizoenen gehad tot nu toe. Dan kan hij bij Fiorentina wel goed voetballen. En kan hij daar meer minuten maken. Beter voor zijn ontwikkeling. En goede transfer dit. Tot hij teruggaat naar de Serie A. Piatek lijkt onderweg naar de Premier League. We hebben het al vaker over hem gehad. Ondertussen Manchester United zou interesse hebben. Een aantal andere ploegen ook. Maar Tottenham Hotspurs lijkt de winst te halen op de transfer van Piatek. Bij Milan kunnen ze op zich wel een aanvaller lozen natuurlijk. Ze hebben Zlatan Ibrahimovic binnen. En Piatek, ja, wordt daar dan misschien een beetje gezien als tweede spits. Wil zelf ook weg. Enorm goed, enorm talentvol. Bij Sampdoria scoorde die er enorm veel. Klopt dat het Sampdoria was. Milan scoorde die er eerst ook best wel veel aan het begin. Maar nu doet hij het niet meer goed. Bij Tottenham kan hij waarschijnlijk als tweede spits gaan figureren achter Harry Kane. En als hij daar het goed zal doen, kan hij daar een mooie toekomst krijgen. 30 miljoen euro betaalt Tottenham waarschijnlijk voor Piatek. En vanaf deze winter, over een paar dagen waarschijnlijk al, zien we de overstap van Piatek gebeuren naar Londen. Naar Tottenham Hotspurs. En Cenk Tosun, ja, die doet het niet goed bij Everton. Maar bij Crystal Palace zoeken ze meer aanvallers. Enige goede aanvaller die ze daar hebben momenteel is natuurlijk Wilfried Zaha. Benteke doet het niet goed. En daarnaast komt nu Tosun de aanval versterken. Ook hij wordt een half jaar geleend van Everton dus. Ook dit voor hem een beter voor zijn toekomst. Bij Everton heb je Calvert-Lewin. Je hebt daar Moise Kean die het niet goed doet. Maar ja, weet je, Cenk Tosun speelde bijna niet. En bij Palace kan hij wel spelen. Ook Tosun werd laatste wedstrijd ingewisseld. En in diezelfde wedstrijd werd hij er ook weer uitgewisseld. Heel raar. Maar goed, Palace is de nieuwe onderdak van Tosun en dat is goed. Tahith Chong heeft nog maar een half jaar een contract. En ja, lijkt toch wel te weigeren bij te tekenen, wat raar is. Want het zou een heel groot talent moeten zijn. Maar goed, hij gaat dan waarschijnlijk weg als hij zijn contract niet bijtekent. Wat jammer is, Juventus wil hem gratis overhalen. Ja, Juventus, FC Free Transfers kunnen we bijna wel zeggen. De ploeg die de meeste gratis transfers doet van alle Europese topploegen. En Juventus kan deze tijd Chong zomaar overhalen. Kijk, ik verwacht niet dat het heel veel gaat worden van Chong bij Juventus. Daar heb je zoveel concurrentie. De kans dat hij daar aan de basis komt lijkt mij klein. Wordt hij herenigd met Matthijs de Ligt. En ik denk dat Tahith Chong eigenlijk gewoon de bank zal gaan bezitten. Maar dat deze transfer gebeurt lijkt wel een steeds grotere kans te worden. Wat eigenlijk best jammer is. Wat ook bijna 100% zeker rond is. Is dat Reina, José Reina, weg zal gaan bij AC Milan. En een halfjaartje naar Aston Villa toe zal gaan. Kijk, bij AC Milan heeft hij natuurlijk totaal geen kans op spelen. Jean-Louis, klopt? Nee, weet ik even niet. Maakt niet uit. Gianluca Donnarumma, dat is het geloof ik. Speelt natuurlijk altijd in de basis bij AC Milan. En Reina zal waarschijnlijk gewoon daar nu weggaan. Spaanse nationaliteit. Gaan naar Engeland toe. Een halfjaartje bij Aston Villa aan de basis keepen. Proberen hun uit de degradatiezone te halen. Villa doet het nu ook prima op de transfermarkt. En zo'n geroutineerde keeper kan invloed hebben op de selectie. En kan misschien ervoor zorgen dat er een aantal ballen uit het doel gehaald worden. Dus deze transfer is ook gewoon prima. Ja, ik bespreek hem toch jongens. Bruno Fernandes. In deze zomer heb ik deze heel vaak besproken. Toen leek het te gaan gebeuren. Bruno Fernandes, de nieuwe top aankoop op het middenveld van United. Voor ongeveer 65 miljoen. Nu 65 miljoen pond. 70 miljoen euro ongeveer. Nu, nog een keer, deze winter lijken de onderhandelingen in een veel verder stadia dan dat het vorige keer was. 55 miljoen pond wordt er nu maar over gesproken. 60 miljoen euro. Maar, nou ja, dit is 10 miljoen minder. En het lijkt zo te zijn dat Sporting dit gaat accepteren. Bruno Fernandes wilde deze zomer al weg. Toen ging hij niet weg. Maar nu lijkt dit echt bijna 100% zeker te gaan gebeuren. Gesprekken zijn gaande. En Bruno Fernandes lijkt een overstap te gaan maken van Sporting weg naar Manchester United. De geliefde middenvelder die United zo graag wil,
kan eindelijk komen. Een bedrag van 60 miljoen. Gaat dit het probleem oplossen bij United? Laat het weten in de comments. Dit is een transfer die bijna 100% zeker, wat de bronnen en geruchten nu zeggen, gaat gebeuren. Reinier, of Reinier, ik heb geen idee hoe je deze speler uitspreekt. Braziliaan. Enorm groot toptalent. Je kan hem een beetje vergelijken met Rodrigo en Vinicius als je naar mij vraagt. Ik zet gewoon even een normaal fotootje hier neer. Zit natuurlijk niet in FIFA. Speelt momenteel bij Flamengo. En hij gaat een overstap maken naar Real Madrid. Hij wordt gezien als een nieuwe KK. En het transferbedrag wat er precies betaald gaat worden is nog een beetje gissen. Ik zie sommige bronnen waar staat 35 miljoen. Sommige 30 miljoen. Niet heel duur dus eigenlijk voor een nieuwe KK als je het zo zou zien. En ik ga ervan uit dat het wel 35 miljoen zal worden. Maar het is interessant wat Real Madrid doet. Ze kopen niet echt de toppers. Ze kopen spelers, of ja nou Vinicius. Ze kopen spelers als Rodrigo, Reinier in dit geval. Ze proberen de diamanten te kopen voordat ze echt toppers zijn. Want ze willen liever 4 of 5 spelers van 40 miljoen kopen die echt wereldspelers kunnen gaan worden. In plaats van 1 speler voor 200 miljoen die al een wereldspeler is, zoals in dit geval Mbappé. Daar probeert Real Madrid hun visie dus te veranderen. Op zich best interessant of Real Madrid deze spelers ook echt kan gaan opleiden. Topspelers ben ik heel benieuwd naar. Vinicius en Rodrigo laten het nog niet echt zien. Tenminste, niet echt wat overwacht hadden. Maar misschien gaat dat ook nog komen. Deze transfer is wel leuk, is interessant. En laten we maar hopen dat hij het gaat laten zien bij Real Madrid. Waarschijnlijk wordt hij vandaag of morgen aangekondigd. En dan hebben we ook deze transfer rond. Dit waren alle geruchten voor vandaag. Morgen zijn we terug met een nieuwe transfervideo of overmorgen. Hopelijk vond je een leuke video. Heb jij een blauw, heb je hem ook gedaan? Geabonneerd op Twinity, bijna 103.000 abonnees. Doe dat vooral even. En zie ik je hopelijk in de volgende video weer terug. Hopelijk vond je het leuk. Hopelijk heb je de 10 of 10 gepakt. Zou natuurlijk super ziek zijn. Bij mij nog steeds niet. Helaas. En ik zie je de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen laten zien die vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.